In deze aflevering zien jullie Stina en Zezzy in actie, waarbij zij Drenthe en Limburg vertegenwoordigen. Jullie gaan zien welke challenge de spelers hebben gekregen. Ze hebben 3 games gespeeld, waarvan een compilatie is gemaakt om te laten zien hoe zij het hebben gedaan. Doe maar. Let's go, kom op. Ik gun je iets moois. Ik gun je iets moois, ik gun je iets moois, ik gun je iets moois. Oh. Oeh. The One House Challenge. Ja, het is wel iets. Het probleem is, je hebt geen tech. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Je bent echt niet verplicht om... Het enige is gewoon de challenge. Voilà. Maar hoe jij ermee omgaat, wat jij doet, dat is jouw ding. Je kan trouwens niet in het zand, als je dat nog niet wist. Ze hebben dat disabled. Hé, kijk, dat mag je pakken. Dat mag je pakken, ja. Mag je pakken. Nice. Doe dat eens, neem je tijd. Je hebt genoeg meds. That's right. Dat kan gebeuren, man. Ja, die guy was ook tand gestekt. Je hoort een bot, dus niet schrikken. Ja, succes. Oké. Nice. Let's go. Heerlijk. Even charge. Hij heeft 1 minuutje gepopt, volgens mij. Niks aan de hand. Heel weinig vader gaan. Hij heeft een pepertje, dus hij is snel. Hij moet scuff zijn, man. Nice, jongen. Hij is 100% weak. Deze kills veel. Neem je tijd. Je hebt 7 builds. Oeh, 118. What the fuck? Oh, wow. Je hebt 1 beeld. Geen match meer. Oeh, let's go. Lekker bezig. Vijf man level, je hebt 6 builds. Kan bouwen? Oh, je hebt geen mensen meer. Oh. Hij zit boven hier.
Oh, nice. Oh. Goed geprobeerd. Dat, volgens mij... Oh. Wow. Oh. Beginnen, let's go. Ik ben benieuwd. En het wordt, en het wordt, en het wordt, en het wordt... Oeh. Oeh. Okay. Wat is dat? Een kill race. Dat houdt gewoon in. Dat zijn standaard potjes arena. Hij heeft alleen een pistool. Eerste punt is binnen, man. Lekker. Er is volgens mij iemand links van je, man. Ah ja. Oeh, nice voor je. Waarom mij? Teams of zo? Ja, ik weet niet. Ja, ze moeten niet echt hebben, man. Ieder punt die je kan pakken kan mogelijk cruciaal zijn. Ja, ik kan ook gewoon wegrennen. Wat jij wil? Hoeft niet. Mag. Lekker, man. Ik kom meer door de challenge, hoop ik. Gezond? Is ook. Nee. Kijk, gezonde spanning is altijd goed, hè. En leuk. Oh. Oké, ik hou van de confidence, man. Goede confidence. Wacht, als ik nu roteer, kan ik ze lekker holden. Oké, ja. Hij vindt het echt. Dat is niks. Ja, ik denk dat het wel is.
aan één muur gewoon leggen. Hey, dat was die dubby keer, nice. Nice. Ja, zeker man. Heel goed bezig. 4 kills, nice. Een 3 moving. Let's go. Een minuutje is 10 punten. Ja, kom maar. Let's go. Mogelijk 6 kill win. Waar is hij? Oeh. Misschien geweest al. Ziet eruit als een vijfde. Oh kut, hij heeft die tag. Nah. Nice. Nice. Netjes. Goed gedaan, hoor. Mocht je van wat mij betreft altijd inlaten, man. Ja. Die kerstboompjes met die triple chest. Of tenminste, de hand ligt aan RNG, man. Nice. Denk het ook niet. Nee, dat kunnen wij nooit snel genoeg doen, man. Dat is wel heel ziek, hoor. Hey. Oh ja, je aim is wel ziek, man. Ik zeg heel eerlijk. Thanks. Wow. Nee. We got a runner. Oei. Nice. Lekker. Probeer dat denk ik. Als zo ver komt. Deze game heeft meer potentie dan die eerste game. Ja, inderdaad. Nice. Heel goed. Ja, lekker man. Lekker. Goed gedaan. 6 kills, man. Yes. Deze man ik. Jeez. Super veel. 100 spelers compleet gepakt. Deze is waarschijnlijk een van de beste. Van je lobby. Hij is waarschijnlijk de beste van de lobby. Okay.
lijp ondergekakt. Ja man, wauw. Beetje te laat, maar... Ze hebben allemaal gouden tijd. Nee, we chillen. Hij is slow, ik kan lopen. Dat was stom. Oh. Wat? Eén assist aanwezig. Ja, die man heeft gewoon 12 minis of zo. Ja. Jammer. Het werd Stina extra lastig gemaakt vanwege de matige loadout tijdens zijn potjes. Het tweede potje wist hij bijna te winnen, maar in de laatste game werd hij off-span gesniped, waardoor hij slechts 2 punten voor Drenthe heeft gescoord. Zessie had een uitstekend begin, door zijn eerste potje direct te winnen met 6 kills. Hiermee heeft hij 16 punten gescoord voor Limburg.